Dames en heren, vandaag heb ik een bangelijke video voor u gemaakt, want ik ga het hebben over hoe dat jij winstgevende en succesvolle Google zoekadvertenties schrijft. Een paar weken geleden heb ik het gehad over hoe dat jij van A tot Z een Google zoekadvertentie maakt, maar wat dat belangrijker is om succes te garanderen, zijn de teksten. En uiteraard was dat een van de meest gestelde vragen. Ja, maar Kel, hoe schrijf ik nu zo'n teksten? Wel, vandaag ga ik daar voor eens en voor altijd antwoord op geven, want ik deel vandaag schrijfformules voor headlines, voor omschrijvingen, alles wat je kunt inbeelden om er een succes van te maken. En dat jij aan de slag kunt. Ik heb een volledige presentatie gemaakt. Ik heb het volledig uitgewerkt, uitgeschreven. Om ervoor te zorgen dat ook jij, zonder kennis, zonder ervaring. Nooit eerder een Google zoekadvertentie geschreven heeft. Na deze video helemaal zelfstandig aan de slag kunt gaan. Tot slot eigenlijk ook dingen die dan niemand anders met u ooit gedeeld heeft, daar ben ik vrij zeker van. Dus blijf zeker tot het einde van deze video kijken. Nu mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Kelfred Ik ben op missie om een miljoen mensen hun leven te veranderen. Dat begint met dat van u. Dus like deze video en abonneer op mijn YouTube kanaal voor meer waardevolle video's. Alright, ik sta achter mijn computer om u de presentatie te delen. Let's go! Alright, let's get this party started. Hoe dat je wensgevende Google zoekadvertenties schrijft en in minder dan 10 minuten. Dat is de doelstelling na het bekijken van deze video. Eerst en vooral is het belangrijk om de structuur van een Google zoekadvertentie effectief te gaan begrijpen. Want anders gaat je helemaal niet snappen wat we precies aan het schrijven zijn en voor waar we aan het schrijven zijn. Eerst en vooral bestaan een Google zoekadvertentie uit kopteksten. We kunnen gaan van 15 kopteksten tot 15 kopteksten kunnen we gaan neerschrijven. Wat dat Google dan gaat doen, is gaan testen tussen de beste kopteksten. En van alles varianten gaan maken om te zorgen dat ze gaan ontdekken wat dat de beste combinatie is. Alright? Er zijn maximaal 30 karakters elk. Dus ja, je zit heel hard gelimiteerd. Beschrijvingen. Je hebt de mogelijkheid om tot 4 beschrijvingen te gaan. Met uiteraard een minimum van 2. En die kennen 90 karakters elk. Alright? Daarop, op die twee gaan we ons vandaag heel hard focussen. Er is een uiteindelijke URL die zich plaatsvindt op Google advertenties. Wat betekent dat? Als mensen op je advertentie doorklikken, waar komen ze dan uit? De uiteindelijke URL. Er is een weergavepad dat zorgt ervoor dat je meer context kunt gaan geven aan wat men krijgt. Twee keer 15 karak karakters maximaal. Bijvoorbeeld, als je een coachingprogramma zou hebben, zou je hierachter kunnen zetten. Bijvoorbeeld in mijn geval: excuse.be/gratis/training. Dat geeft wat meer context aan je uiteindelijke URL. Dit is optioneel, hoeft jij ook niet te doen als je dat niet wilt doen. En nummer vijf zijn componenten. Dus dan hebben ze allemaal. En zo ziet onderaan een advertentie eruit op Google. Aan de linkerkant ziet een voorbeeld op de computer. Aan de rechterkant heb ik een voorbeeld genomen. Daar staat wat meer infrastructuur op um, op de uh, mobiele versie. Aan de linkerkant zien we duidelijk prijzen inclusief installatie. Dat is een koptekst. Onder normale omstandigheden worden er. Twee kopteksten, soms drie kopteksten, maximaal 30 karakters elk uh, getoond. En dan twee is de omschrijving, de beschrijving, whatever. En die, in totaal is dit ongeveer, zal dit ongeveer 180 karakters zijn. Er is een uiteindelijke URL, nummer drie. Nummer vier zijn, het, is het weergavepad. En als we aan de rechterkant kijken. Uh, dan zien we ook nog eens wat componenten. Wat zijn componenten? Bijvoorbeeld Sitelinks. Daar gaan we ons vandaag uiteraard niet op focussen. We gaan ons echt focussen op copywriting vandaag. Want dat is super belangrijk om te zorgen dat mensen die iets opzoeken ook klikken op die advertentie van nu in plaats van op die van iemand anders. Alright? Dus aan de rechterkant zien we verschillende um, voorbeelden van bijvoorbeeld Sitelinks, Formulieren indienen, noem maar op. Allright, dat zijn verschillende componenten, maar dan heb je een idee hoe dat alles eruit ziet. Wij gaan ons vooral focussen op nummer 1 en nummer 2 vandaag, aan de linkerkant. Daar gaan wij ons vandaag op focussen. Na de kijk van deze video ga jij er met kop en schouders bovenuit springen. Allright. Tip, gebruik een karakterteller tool zoals... Uh, ik had het nu niet uitspreken. Jawel, ik had wel doen. Een karaktercalculator.com slash nl. Er zijn er duizend maar wat dat doet is dat telt u karakters op. Of, veel gemakkelijker nog... Mag gebruik van mijn Google Ads spreadsheet. Die staat ook nog eens in de omschrijving. Heel eenvoudig getypt in. En dan zie je, Oké, okay, in dit geval, nu abonneer op mijn YouTube-kanaal. Kent één karakter te veel. Dus ik, ga, ik kan die niet gebruiken. Dus ik moet dat dan inkorten. Dus je hebt maar 30 karakters. Op die manier wordt dat geteld. Super gemakkelijk. Gebruik dergelijke tools. Gebruik mijn spreadsheet. Volledig gratis. Gewoon te klikken in de omschrijving. Schrijfformules voor kopteksten. Er zijn twee tips, of één tip, die dat toch wel heel belangrijk is om mee te geven. Je doet daarmee wat je wilt, je test dat, je kunt dat perfect testen. Maar elke eerste letter van een woord in... Hoofdletter. Zet elke eerste letter van een woord in hoofdletter. Er zijn verschillende studies naar gedaan. En dat zou conversie-optimaliserend gaan werken. Bijvoorbeeld vraag direct uw offerten aan. In plaats van gewoon vraag. En dan de D. Mijn kleine letter, de J, mijn kleine letter, enzovoort. Zetten we elke eerste letter met een hoofdletter. Dat zou volgens verschillende studies in de copywritingwereld zie je dat heel vaak terugkomen. Heb er misschien nog nooit op gelet. Maar als je erop begint te letten, heel veel landingpagina's, heel veel headlines. Heel veel succesvolle ondernemers maken daar effectief gebruik van. Omdat dat dan meer opvalt. En dat is dus wat we willen. Meer opvallen dat mensen meer gaan klikken op die van ons. Dat is iets om te testen. Kunnen zeker testen. Ik wil dat al meegeven als kleine tip. En wat belangrijk is is dat je hebt maar een paar seconden om degene die dat de zoeker te gaan overtuigen om op die van u te gaan klikken. Uw headline, uw kopteksten, uw koppen die trekken de aandacht en die moeten u uitnodigen tot actie. Dus leg heel veel van uw focus op die kopteksten. Denk niet, ik ga hier even 30 karakters, ik ga er zo'n stuk of 10 even uittypen. Nee, hier moet echt uw focus op gaan liggen, want je hebt maar enkele seconden om de aandacht te trekken. Dat is het allerbelangrijkste, dat is ook het eerste dat iedereen leest wanneer je iets intypt. Dat is het, de, de bovenkant van die tekst, dat is de koptekst. Dat is het allereerst dat iedereen ziet. En dan pas we de, uh, lezen we de beschrijving en alles dat daaronder staat. Dus steek hier veel tijd in om minstens drie van die kopteksten te schrijven, minstens drie. Aanbevolen om er meer te doen, dan geeft de Google de ruimte om te testen voor u. All hier, hier is mijn schrijfformule voor kopteksten. Gebruik volgende elementen in uw kopteksten. Nummer 1 is USP. Als je daar nog nooit van gehoord hebt, no stress, ik leg het u uit. Dat is een unique selling proposition. Wat maakt u uniek? Iedereen doet gelijk altijd hetzelfde met Google Zoekadvertenties. Het is alsof dat elk bedrijf exact hetzelfde is en al allemaal even lang bestaan en allemaal exact dezelfde levertijd hebben enzovoort. Wat maakt u uniek? Wat maakt u als ondernemer uniek? Als jij een agency bent en je werkt met een ondernemer, dit is cruciaal om te snappen. Wat maakt een ondernemer in kwestie anders dan eender wie in de regio? Wat kunt jij doen dat anderen niet kunnen doen? Wat maakt u speciaal? Wat maakt u uniek? Benadruk die punten ook. Want dat is waar mensen, waarom mensen bij u uh, kopen in plaats van bij iemand anders. Zijn het uw scherpste prijzen? Zijn het? Zijn het je duurste prijzen? Is het uw snelle levering? Is het uw ongelooflijke kwaliteit? Wat dat het ook mag zijn, benadruk het. Bijvoorbeeld, plaatsing binnen de week. Ik heb mij vandaag zo wat gefocust op zonnepanelen. Dat is ook gewoon gemakkelijk, iedereen verstaat dat. Plaatsing binnen de week is een hele belangrijke troef. Waarom? In de tijd dat ik zonnepanelen kocht, moesten wij weken, soms maanden wachten alvorens dat zonnepanelen geleverd werden. er was een te weinig aan zonnepanelen. En vandaag, uiteraard, is het misschien wel omgekeerd, maar... Dit was wel een belangrijke troef, van ja, ik wil nog genieten van een premie, ik wil nog, ik wil zo snel mogelijk die een overgang maken. Dus, plaatsing binnen de week zou voor mij een troef kunnen geweest zijn, om op die advertentie te klikken. Benadruk, highlight, wat u als ondernemer uniek maakt. Super belangrijk. Probleem oplossing aanhalen. Benoem een veelvoorkomend probleem en bied direct uw oplossing aan in uw teksten. Ik geef telkens voorbeelden. Bespaar op uw energiefactuur. Okay? Dat is een probleem. De energiefactuur is te duur. Probleemoplossing is, besparen op je energiefactuur. Hoe kunnen we dat gaan doen? Zonnepanelen is een oplossing. Laadpalen is een oplossing. Er zijn zoveel mogelijkheden, nieuwe ramen en deuren, zoveel mogelijkheden om te besparen op je energiefactuur. Maar, opnieuw, we willen dat gaan aanhalen. Wij snappen nu, jij wilt gaan besparen. Je probleem is, het is allemaal te duur geworden. En wij lossen dat op besparen op je energiefactuur. Een andere is cijfers en resultaten aanhalen. Mensen houden van cijfers. Jij van cijfers, ik hou van cijfers. Ik vind dat geweldig, oké? Okay? Gebruik statistieken of resultaten voor overtuiging. Hoe wij dat doen in zonnepanelen bijvoorbeeld, is klanten besparen 827 euro per jaar. Gemiddeld. Nu, je hebt maar 30 karakters. Dus je moet het kort en krachtig houden. Je kunt hier niet hele zinnen, volzinnen gaan schrijven. Dat kun je doen in de beschrijving. Maar in de kopteksten wil je het kort en krachtig houden. Oké? Okay? Maar dit is belangrijk om cijfers en resultaten... En wees specifiek. Ik heb ondertussen... Zoveel advertenties geanalyseerd en bekeken. En telkens betrap ik mensen erop of advertenties erop dat zij zo algemeen zijn. Wees specifiek. Hoe specifieker, hoe concreter, hoe beter. Okay? Als jij 10.000 mensen geholpen hebt, maak het concreter. Hoeveel 10.000? 10.100? 10.100? 10.124? Wees specifiek. Dat helpt, dat werkt converterender en dat komt ook gewoon veel geloofwaardiger over dan gewoon wanneer om... 7.000 mensen om 1.000 euro te besparen. Wees specifiek, oké? Okay. Wees specifiek. Stel een relevante vraag. Kan ook altijd werken voor een goede advertentie om mensen te doen klikken. Wil jij vandaag nog besparen? Oké? Okay. Kleine dingen. Stel een vraag dat toen mensen automatisch een antwoord geven. Ja, ik wil besparen, ze klikken. Probeer op die manier outside the box te denken, oké? Okay. Dit zijn heel gemakkelijke schrijfformules dat je onmiddellijk kunt gaan gebruiken in je Google, zoekadvertentie, teksten, wanneer je teksten aan het schrijven zij. deze vier zijn de meest cruciale, belangrijkste om mee te pakken in het succes van je Google-teksten. Nu, er zijn best practices en tips die ik voor u uitgewerkt heb. Dus nummer 1, ik heb het u al gezegd, wees zo specifiek mogelijk. Gebruik specifieke getallen en details waar dat mogelijk is. Oké, okay? details matter. Maak gebruik van zoekwoorden in uw advertentietekst. Zorg dat uw advertentietekst relevante zoekwoorden bevat waarop je doelgroep zoekt. Maak gebruik van insertion. Ik ga je daar dadelijk iets over uitleggen dat volgens mij nog nooit iemand zo gedetailleerd uitgelegd heeft. Maar ik vind het belangrijk om dat met u te delen wat insertion doet. Is uw leven gemakkelijker maken en succesvolle resultaten doen boeken. I said it. Yep. Dus insertion wilt je gebruiken. Ik heb daar een volledige dia over geschreven, omdat dit. Voor de best mogelijke resultaten gaat zorgen. Anyway, relevantie is super belangrijk in Google Advertentie. Dus maak ook gebruik van de zoekwoorden, de dingen die mensen gebruiken om op uw advertentie recht te geraken. Wat uw advertentie doet triggeren, laat dat terugkomen in uw advertentieteksten zelf. Okay? Als iemand top intypt zonnepanelen, zorg ervoor dat er in uw teksten zonnepanelen terechtkomen. Oké, okay? Dat daar niet in staat, bakker om de hoek makes no sense. Dus zorg ervoor dat die relevantie daar wel degelijk is. Doe een oproep tot actie. Ik zie dit zo vaak verloren gaan in zoekadvertenties. Alsof dat. We gaan ervan uit dat mensen begrijpen wat dat jij wilt dat ze doen. Dat is niet. Dat is niet. Vertel ze wat ze moeten doen. Ik. Oh, fuck. Je moet mensen vertellen wat ze moeten doen. Exact wat ze moeten doen. En wat ze daarvoor krijgen. Wat ze gaan krijgen als ze doen wat jij wilt dat ze doen. Waarom? Mensen zijn niet zo slim als dat jij en ik denken. Wij gaan ervan uit dat iedereen weet dat als jij daar een of andere zin zet. Dat zij weten wat ze moeten doen. Dat is niet. Stop met dromen, jongen. Is dat niet Royco die zoiets zegt? Stop met dromen. Anyway, of iets met pizza's? Maakt ook niet uit. Wat belangrijk is, is dat je mensen moet aanmoedigen om actie te ondernemen. Anders gaan ze er naar kijken en wegskippen. Dat is niet de bedoeling. Geef ze wat ze willen. Oké, okay. bijvoorbeeld, vraag u gratis of ver te gaan. Dat zijn perfecte voorbeelden van een oproep tot actie, call to actions, in uw koptekst te vermelden. Benut alle beschikbare ruimte. Dit is iets wat ik heel vaak gezien heb eh, wanneer ik advertenties, Google zoekadvertenties analyseer, is dat ze dat... Ze hebben maar 30 karakters en dan doen ze hun uiterste best om er maar 10 te gebruiken. Begrijpen wie begrijpen kan. Probeer, je moet ook geen overkill doen, maar probeer alle beschikbare ruimte echt te gaan gebruiken. Probeer meer context te geven aan wat dat jij wilt dat ze doen. Bijvoorbeeld gratis offerten, vervangen door ontvang offerte binnen 24 uur. Dat is aantrekkelijker dan gewoon gratis offerten. Ontvang je offerte binnen de 24 uur. Direct je offerte, Ontvang offerte binnen 2 minuten. Okay. Simulatie binnen 2 minuten. Okay. Online simulatietool. Dat zijn allemaal zaken dat veel betere context is dan gewoon gratis offerten. Online simuleren. Online simuleren. Anyway, bon, you get my point. Test meerdere versies. Dit is misschien iets geavanceerder, maar je kunt wel degelijk in Google zoekadvertenties gaan A-B testen. Wat je dan kunt doen, is je hele advertentie gaan dupliceren en één variant. Dat is een kleine tip. Test geen vijf verschillende zaken met elkaar, maar test één variant. Zodanig dat je precies weet welke variant voor de grootste impact gezorgd heeft. Dit is iets ge, uh, geavanceerder, maar dat B-testen is wel iets wat je altijd zou moeten doen. Alright. Not to do. Even belangrijk. Alright. Even belangrijk, wat not to do. Vage call to actions, ik heb er heel hard de nadruk op gelegd bij oproep tot actie. Ik heb er heel hard de nadruk op gelegd dat je heel concreet moet zijn, specifiek moet vertellen wat dat ze moeten doen. Geen vage shit. Geen vage shit, wees gewoon heel duidelijk in wat dat je wilt dat de klant doet. Simpel. Het gaat niet om u, oké? Okay? Dit is iets wat ik denk dat veel bedrijven me niet, voor, niet leuk voor gaan vinden ofzo. Maar het gaat niet om u. Jij bent niet zo belangrijk als dat jij denkt. Sorry, joh. Yep. Gewoon de waarheid. Het gaat niet om u. Verspil dus ook geen woorden aan het vernoemen van uw merknaam. Tenzij dat je een Coca-Cola bent, tenzij dat je een gigantisch groot merk bent, dat iedereen kent waardoor dat mensen automatisch gaan klikken op u. Maar de meeste mensen kennen u misschien ook niet. Dus stop met te vermelden dat jij dakwerker Janneke en Jo noemt. Who cares? Of zonnepanelen Jip en Janneke. Nobody cares. Verspil die Jip en Janneke karakters niet... Aan Jip en Janneke. Gebruik dat om meer context te geven aan je advertenties om die wensgevender te maken. Dus ik zelf ben van het principe geen merknamen, tenzij dat mensen, tezij dat het echt een branded zoekcampagne is, zoekadvertentie is. Als het echt over brand gaat, dan moet je uiteraard je brand erin steken. Logisch. Maar als het niet branded is, is er totaal geen meerwaarde om je merknaam te gebruiken, want je bent niet zo belangrijk als dat je denkt. Insertion. Ik heb u verteld over insertion. Oké. Okay. Dit is. Een van de magic tricks. Weinig marketingbureaus gebruiken dit, weinig adverteerders gebruiken dit, omdat ze het gewoon niet weten, oké? Okay? Ze weten het niet. Ik gebruik het, het werd ongelooflijk succesvol, het haalt betere resultaten, en laat me u kort uitleggen wat insertion is. By the way, dit is het icoontje dat je moet gaan gebruiken in uw, uh, in uw advertentie, in uw koptekst dan, in, maar ik weet niet hoe het icoontje noemt. Anyway. Nu, wat is insertion? Insertion is eigenlijk super eenvoudig. Dat is een geavanceerde functie... In Google advertenties die adverteerders, zoals mezelf, in staat stellen om een advertentietekst dynamischer te maken door automatisch het zoekwoord dat getriggerd heeft door de zoekopdracht van een gebruiker in de advertentietekst in te voegen. Wat heb ik net gezegd? Chinees, ik weet het, maar ik ga ze niet voorbeelden geven en dan gaat direct klikken. Daar ben ik van overtuigd. Nu, dat zorgt er wel voor dat je advertentie relevanter en specifieker lijkt voor de zoeker. Wat positief is, want dat zorgt ervoor dat uw klik-through rate verhoogt. Wat ertoe leidt, ik heb al verteld in mijn Google Ads-training, Google Ads is een veiling waarbij niet het hoogste bot wint, maar de hoogste kwaliteitsscore in combinatie met de maximale kost per klik wel wint. En dus wij kunnen beïnvloeden wat de kwaliteitsscore, hoe dat we de kwaliteitsscore gaan verhogen. Eén daarvan is altijd relevant te zijn. Relevantie tussen advertenties, daar heb ik een heel uitgebreide video over gemaakt. Maar dus maak gebruik van een search en verhoogt uw click-through rate, omdat de relevantie automatisch en dynamisch aangepast wordt aan de zoeker. Nu. Wanneer je dit icoontje intypt, gaat er drie mogelijkheden zien. En dat is een zoekwoord invoegen, aftellen of locatie invoegen. Okay? Wat er vroeger gebeurde, is als je bijvoorbeeld een zonnepaneelbedrijf waart over heel Vlaanderen. Je wilt dat zo specifiek mogelijk maken, niet gewoon zonnepaneel in Vlaanderen. Zonnepanelen in Vlaanderen. Je kunt dat heel specifiek maken. Laat me een voorbeeld geven: zonnepanelen in Gent. Zonnepanelen in Maaskantje. Zonnepanelen. Waar dan ook? De persoon die dat opzoekt. Is degene die intypt, zonnepanelen in maaskantje. Oké. Okay. Men zoekt dat op en in plaats van je 15 kopteksten die je maar hebt, iedere keer een locatie naast, zonnepanelen in, zonnepanelen in, kunnen we dit dynamisch laten doen, waardoor je dus nog 14 andere mogelijkheden hebt. Dat is wat we willen, uiteraard. Dus we willen een search gaan toevoegen om dynamisch, afhankelijk van wat men zoekt, om dynamisch die advertentietekst aan te passen op hetgeen wat men heeft gezocht. Dus om een voorbeeld te geven vanuit de praktijk, en dit is. Mindblowing voor mij dat dit mogelijk is, maar ook gewoon mindblowing dat zo weinig mensen daarop inzetten. Hier is een voorbeeld van iets dat ik zelf uitgeschreven heb. Keyword is dan zonnepanelen. He, want u, um, als je hier terugkijkt naar de vorige pagina, dan zie je standaardtekst. Nu, wat is die standaardtekst dat daar staat? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Als er bijvoorbeeld staat: um, men zoekt op zonnepanelen kopen, of men zoekt iets dat totaal niet relevant is, dan typ je daar gewoon in zonnepanelen, waardoor dat altijd als men ...geen woord heeft gevonden dat getriggerd wordt... ...dat er altijd wel zonnepanelen staat. Oké, okay, want dat is uiteindelijk wat we willen. Als iemand intypt zonnepanelen te kopen... ...door het keyword insurgeon toe, uh, toe te passen... Men typt bijvoorbeeld in zonnepanelen kopen, sorry... ...zonnepanelen kopen, dan past het automatisch aan... ...naar zonnepanelen kopen. Oké, okay. als er staat zonnepanelen zoals nu... ...en er is geen keyword dat dat getriggerd heeft... ...dan blijft het gewoon zonnepanelen. Oké, okay. zonnepanelen. Dus, heel belangrijk om dit aan te passen... ...naar... Een standaard tekst dat er altijd moet staan, ook al wordt er niet bepaald iets getriggerd dat relevant is met uw zoekwoord. Bijvoorbeeld zonnepanelen huren. Keyword zonnepanelen, dat wordt getriggerd. Poem, zonnepanelen zal dan ook um, veranderd worden. Uw koptekst zal veranderd worden naar zonnepanelen huren. Maar wat grappig is, is, je kunt verschillende insertions gaan koppelen met elkaar door bijvoorbeeld uw locatie. Ik heb hier een heel leuk voorbeeld geschreven. Bijvoorbeeld zonnepanelen in de buurt. De buurt verandert. Elke keer dynamisch als men effectieve locatie intypt. Bijvoorbeeld zonnepanelen in Tessenderlo. Is hier een mooi voorbeeld: zonnepanelen in Tessenderlo. Maar stel je voor dat degene die dat opgezocht heeft, niet Tessenderlo, maar gewoon zonnepanelen had ingetypt. Dan zou hier staan zonnepanelen in de buurt. Heel gemakkelijk voorbeeld. Een ander leuk voorbeeld van een case dat je perfect had kunnen doen tot vorig jaar. Jammer genoeg niet meer relevant vandaag. Maar... Vond ik wel heel toepasselijk, is mensen konden profiteren van zonnepanelen met een premie. 750 euro premie. Dus wat konden mensen doen of wat kunt je doen als je bepaalde acties hebt lopen. Dit is zo'n goudmijn voor mensen uh, om toe te passen, is die countdown timers. Dit werkt psychologisch gezien werkt het. Oké. Okay? Veel bedrijven passen dat toe in hun advertenties door te gaan zeggen van. hé. Hey, um, uh, nog drie dagen geldig of actie geldig tot en met een bepaalde datum. Maar met Google zoekadvertenties kun je daar een countdown effectief dag op dag op zetten. Dus bijvoorbeeld in dit geval 750 euro premie één dag resterend. Dat doet mensen aanzetten tot actie. En dat is uiteindelijk wat we willen. Dus wij kunnen echt gaan zeggen van kijk, die countdown loopt tot in dit geval nu 9 april 2024 tot 23 uur 59, 59. Nog vijf dagen. Dus ik kan zelf kiezen. Hoe lang op voorhand dat je dit laat lopen? 14 dagen resteren, 13 dagen resteren, 12 dagen resteren. Dus elke keer als iemand erop komt, wordt dat dynamisch aangepast tot aan uw countdown. Werd supergoed. Dit zorgt ervoor dat mensen die urgentie hebben om op uw advertentie te klikken in plaats van op iemand anders. Dus pas dit toe: pas die countdown toe. Insertion toepassen op al uw advertenties. Dit is een goudmijn. Hier zijn drie grote voordelen van insertion: nummer 1 is uw verhoogde relevantie. Uiteraard, door je advertentietekst aan te passen aan de zoekopdracht van de gebruiker, verhoogt een search in de relevantie van de advertentie voor, voor de gebruiker. En dat zorgt dus voor een hogere click-through-rate. Dat betekent hoeveelheid mensen dat je advertentie zien op Google, versus hoeveel dat er klikken. Dat percentage verhoogt hoe hoger dat is, hoe beter je scoort op Google. En dat is wat we willen. Twee, verbetere advertentieprestaties. Logisch, want je advertenties zijn relevanter voor degene die het woord heeft opgezocht of op zoek is naar bepaalde informatie. Opnieuw verhoogt je kwaliteitsscore en opnieuw lagere kost per klik. Hoogstwaarschijnlijk. Dus je betaalt minder, meer mensen op je website, je gaat meer geld verdienen. Dat is uiteindelijk wat jij wilt en ik wil. En opnieuw, Google Ads is een veiling waarbij het hoogste bod niet altijd wint. Maar hierover heb ik dus uitgebreid gesproken. In mijn Google Ads training dacht ik om te kijken op mijn YouTube kanaal, hoe dat je de technische kant hiervan kunt gaan invullen. En drie, efficiëntie en campagnebeheer. Want opnieuw, dit is zalig, mogelijkheid om een breed scala aan zoekwoorden te gaan dekken, zonder dat je voor elk zoekwoord afzonderlijke advertentieteksten hoeft te schrijven. Dat maakt het beheren van je campagnes efficiënter. Laat ons daar eerlijk in zijn. Met één... Koptekst dat je door in search kunt gaan invullen. Heb je alle mogelijke regio's, met wijze van spreken, waarop dat je advertentie staat, uiteraard. Alle mogelijke regio's die dat je kunt aanspreken. Gewoon dynamisch gecreëerd. Mensen die daar bijvoorbeeld opzoeken, zonnepanelen huren, zonnepanelen kopen, zonnepanelen uh, prijs berekenen enzovoort. Al die zaken worden dynamisch gewijzigd door in search toe te passen. Dit helpt gigantisch in mijn leven om mijn campagne zo optimaal mogelijk uit te werken. Alright. Next up is beschrijvingen. Beschrijvingen in Google Zoekadvertenties bieden u de mogelijkheid om meer details over uw aanbod te delen en de zoeker te overtuigen actie te ondernemen. Dit is niet zo onbelangrijk als dat je denkt, maar uw koptekst is een altijd het allerbelangrijkste. Maar hoe ik het zie is hetzelfde als een headline en een subheadline op een website. Het allereerste waar mensen naar kijken, er zei iemand 80% van elke euro gaat naar de headline. Uw headline is zo belangrijk. Dat is hetzelfde met uw koptekst en het allereerste wat mensen zien. Een headline zorgt ervoor dat de mensen de rest gaan lezen. In ons geval met Google Zoekadvertenties. Die kopteksten zorgen ervoor dat mensen de beschrijvingen gaan lezen. Dus de beschrijvingen zijn heel belangrijk, maar uiteraard wilden mens, wilde dat mensen die beschrijvingen te lezen krijgen. Dat kan alleen als je goede kopteksten schrijft. Dus die beschrijvingen gaan ons nu op focussen, om te zorgen dat we mensen echt wel kunnen doordoen uh, door klikken naar onze website of landingspagina. Ik heb enkele schrijfformules voor beschrijvingen geschreven. Gebruik en ook voorbeelden. Dus gebruik mijn voorbeelden en copy paste en gebruik ze dan voor uzelf. Dit werkt voor elk bedrijf, oké? Okay? Gebruik volgende elementen in uw beschrijvingen. Voordelen benadrukken. Nogmaals, focus erop hoe dat uw product of dienst het leven van de klant verbetert. Superbelangrijk om die voordelen continu te blijven benadrukken van uw product of dienst. Het gaat niet over u, maar wat zijn de voordelen voor de klant? Okay. Give them what they want. Sell them what they want. Give them what they need. Okay. Verkoop ze wat dat ze willen, maar geef ze wat dat ze nodig hebben. Geef de klant wat dat hij wilt. Verkoop. Um, ...meer je voordelen gaan benadrukken in je advertentiebeschrijvingen. Nummer twee is kenmerken naar voordelen gaan vertalen. Hoe zeg dat vertaald? is, gemaakt een brug van wat je aanbiedt, je kenmerken... ...naar hoe dat dit de klant te goede komt, Uw voordelen. Dus dat brugje maken, ik ga zoiets voorbeelden geven... ...hoe dat dit in de praktijk gebruikt wordt. Bouw vertrouwen op. Oké, okay. dit is iets wat ik vaak mis wel bij ondernemers in hun advertenties... ...is als je iets hebt dat werkt... Of iets wat je gewonnen hebt, of je hebt awards, certificeringen testimonials, wat getuigenissen. Gebruik dat. Gebruik dat. Dat is de beste social proof dat je kunt hebben. Laat andere mensen maar over u stoeven. Laat... Stoef even over uzelf. Nu mag het even om uzelf uh, draaien. Uiteraard niet heel uw uh, beschrijving van 90 karakters. Uh, maar je wilt wel degelijk die zaken gaan vermelden. Ik heb ze allemaal voorbeelden hoe dat je dit in de praktijk doet en opnieuw je sterke call-to-action gaan toepassen. Eindig uw, uh, eindig uw beschrijving met uw call to Wat wilde dat de zoeker nu uiteindelijk gaat doen? Is hen aanzetten tot actie. En hier is een voorbeeld: bespaar 827 euro per jaar op uw factuur met onze award-winnende zonnepanelen. Ontvang nu uw offerte. Bespaar 827 euro. Is opnieuw weer een gigantisch groot voordeel. Okay? Wij bieden zonnepanelen aan. Dat komt de klant te goede, want zij besparen 827 euro op een energiefactuur. Bouw vertrouwen op. Opnieuw award winnende zonnepanelen. Geen idee. Ik, ik, outside the box denken. Okay? Denk na over hoe dat jij deze zaken kunt bewerkstelligen. En op het einde, uiteraard, uw call to action. Dat is een mooi voorbeeld over een goede beschrijving van 90 karakters. Benut ook weer die volle 90 karakters om geweldige beschrijvingen te schrijven. En ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk gaan doorklikken naar uw advertentie, uw kost per klik lager gaat zijn en je uiteraard meer geld gaat verdienen. Want dat is wat we allemaal willen. Hier zijn enkele best practices en tips voor succesvolle beschrijvingen. Te schrijven. To do, gebruik actieve taal. Um, schrijf in de actieve vorm om een direct en dynamisch toon te zetten. Bespaar op uw energierekening. Oké, okay, dit is belangrijk om actief te schrijven. Te vaak wordt er passief geschreven. Schrijf in actieve taal. En gebruik zoekwoorden ook weer, net als bij de koppen headlines. Zorg ervoor dat uw beschrijving relevante zoekwoorden bevat om de relevantie te vergroten. Dat is wat we willen: dat verhoogt uw kwaliteitsscore. Hoe hoger uw kwaliteitsscore, hoe beter je scoort in Google. Google gaat u de voorkeur geven op anderen die misschien meer geld hebben dan u. Maar jij gaat de voorkeur krijgen, wat er dan weer toe leidt dat mensen rapper op uw website terechtkomen of op je landingspagina dan bij je conculega's, en opnieuw, dat is wat jij wilt. Dus gebruik vaak je zoekwoorden opnieuw terug, hè? Um, in je advertenties, in je beschrijvingen, kopteksten, enzovoort. 3. Onderscheid jezelf. Leg uit wat je onderscheidt van concurrenten. Je hebt wat meer karakters. Je hebt dus ook die mogelijkheid om wat meer te gaan zeggen over wat dat jij doet. Meer context te gaan geven. Hier zijn enkele voorbeelden van levering binnen de week. Vandaag bespeld, morgen, morgen geleverd. Belgische topkwaliteit. Dit zijn zaken die bijvoorbeeld Dovi Keukens heel goed benadrukt. is. Dus wij maken uw keuken in België. Dat zijn zaken die hier moeten gaan terugkomen. Dit is hoe dat je onderscheidt van zelf, Van anderen. Onderscheid jezelf. Onderscheid jezelf van anderen. Zo moet het zijn. En dan tot slot... Is specifieke aanbiedingen. Als je die zou hebben lopen momenteel, vermeld die dan. Waarom wordt dat zo zelden vermeld? Vermeld dat je speciale aanbiedingen, kortingen, coupon's, wat dan ook hebt. En dat zorgt ervoor dat mensen rapper geneigd zijn om te gaan klikken, want ze willen dat niet missen. FOMO, fear of missing out. Mensen willen die zaken niet missen. Maar als ze het niet weten, dan waarom moeten ze het nu doen? Ik stelde altijd die vraag, waarom nu? Waarom zou ik nu moeten klikken en niet morgen? Laat ze nu klikken. De enige manier waarop je dat kunt doen is door effectief hun die urgentie te geven, die dringendheid. Het is nu de moment om actie te nemen om deze reden. Bijvoorbeeld, profiteer tot en met 31 12 van extra grote kortingen. Koop voor 31 12 zonnepanelen en krijg je thuisbatterij helemaal gratis. Allemaal goede manieren om een goede beschrijving te schrijven en ervoor te zorgen dat mensen nu actie gaan nemen in plaats van te wachten. Dit was een heftige training. Ik hoop dat je vooral heel veel bijgeleerd hebt, veel nieuwe dingen gezien hebt. Like deze video mocht dat het geval zijn, mocht je iets bijgeleerd hebben. En abonneer op mijn YouTube kanaal, want daar helpt je het algoritme mee, zodat we samen een grotere impact kunnen maken. Hoe dan ook? Geniet ervan. Life is good. Let's go!